Wij willen graag beginnen. We zijn al over tijd. Het was een beetje door het lopen dat iedereen enigszins later was. Dus ik neem aan dat de kaartjes die daar zijn niet bezet zijn. Maar wel voor iemand die nu aankomt lopen, prima. Iedereen van harte welkom. We gaan beginnen met de portefeuillehoudersronde en daarvan het bespreken van moties en amendementen voor de programmabegroting 2018, RV 65. Het is de portefeuille van de heer Weerwind. En we beginnen met bespreking moties en amendementen. En er is er één, en dat is de motie van PVV, veiligheidsbeleid, RG 226. Wie kan ik hierover het woord geven? U wilt zelf nog een toelichting geven? U krijgt de kans voor een korte toelichting. Ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, geen lange of grote toelichting. Even kort. Mijn fractie heeft deze ingediend. We hebben natuurlijk de vorige keer al over gesproken. Portefeuille gaf aan dat als hij weer geld nodig had, terugkomt naar de Raad. Waar we natuurlijk zeker in geloven. Mijn fractie weet ook dat het samenvoegen van de meldkamers gewoon een landelijk iets is waar we niks aan veranderen. Wat mijn fractie eigenlijk gewoon wil met deze motie, voorzitter, dat is eigenlijk aan de voorkant te zitten. En te gaan voorkomen dat er straks wordt gezegd van, stel je voor als we dat hadden geweten of zo hadden gedaan en dit, dat er dan niet meer geld nodig was geweest. Mijn fractie vindt het gewoon heel van groot belang dat het veiligheidsbudget op stand blijft nu. De stad wordt groter, dus het is gewoon van groot belang dat ook het veiligheidsbeleid zeg maar op peil kan blijven. Je ziet er de verandering in brandweer, ook politie. Recent voorbeeld station Almere Stad, waar we nu niet op doorgaan, want dat komt weer een andere keer. Maar dat is eigenlijk een beetje de strekking van de motie. Dank u wel. Wilt u een rondje? We hebben namelijk nu wel tijd. Of wilt u uw hand opsteken? Ik zie de heer Elian van de VVD. Gaat uw gang. Ja, ik moet even nadenken. Ja, voorzitter, dank u. Ook de VVD vindt het geen goede zaak dat het budget voor het veiligheidsbeleid, want daar gaat het om, daalt. Overigens niet vanaf volgend jaar, maar als ik het goed heb gezien pas het jaar daarna. Ook wij zijn daar niet gelukkig mee. Maar dan is er dus een ander geëigend moment om dat aan de orde te stellen. Sowieso komen er verkiezingen aan en onderhandelingen. Ook dat is een moment natuurlijk waar het budget voor veiligheid aan de orde gesteld kan worden. Ja, wat betreft de motie, voorzitter. Het is mijn fractie niet helemaal duidelijk hoe de samenvoeging van de meldkamers in de veiligheidsregio een correlatie heeft met het onderdeel veiligheidsbeleid van de begroting. Ook in de toelichting van mevrouw Aukers hoor ik dat nu niet. Wellicht kan de burgemeester licht in het duisternis scheppen, maar het is mijn fractie in ieder geval niet duidelijk hoe het een zich tot het ander verhoudt. Wie kan het nog meer het woord hierover geven? Verder niemand, dan is de portefeuillehouder geadresseerd. U heeft wel al de reactie van het college kunnen lezen, dus dat is helder. Portefeuillehouder, gaat u gang. Inderdaad, u verwijst, mevrouw de voorzitter, terecht naar de reactie eigenlijk van het college, dat je die twee grootheden uit elkaar moet trekken. Het is juist als je ziet dat het budget veiligheid gaat dalen, en meneer Elian maakte net al op in de loop van de jaren. Waarom is dat? Het heeft alles te maken met de incidentele subsidiegelden die we vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben gehad. Dat staat los van het budget meldkamers. Desalniettemin, de woorden van mevrouw Aukers, dat ze veiligheid zo volgt en dat ze ook stelt van we zien dat de stad groter wordt en als de stad groter wordt, portefeuillehouder, steek je vinger omhoog en kom dan ook met aanvragen op het juiste moment. Maar meneer Elian vult ook terecht aan en zegt pinpoint van dat zijn de momenten dat je er moet zijn. Dus van beide sprekers zeg ik dank dat u dat herbevestigt in mijn richting. Dan hoort u mij ook zeggen, trek ze los. Ja, we hebben de begroting, programmabegroting 2018, voor het thematiek veiligheid. En je hebt ook de begroting veiligheidsregio Flevoland. En dan hebben we het over de meldkamers. En laat ik u ook een voorspelling doen. U zegt ook terecht van die landelijke meldkamerorganisatie met die 10 meldkamers die in Nederland moeten komen. Daar hebben we een transitieakkoord over afgesproken, getekend in 2013 en 2015. Herbevestigd, maar ook opnieuw gefaseerd. En in, houd mij te goede, 2021 moet het werkelijkheid worden, de landelijke meldkamerorganisatie.
Kijk, we leven in een tijd dat personele vraagstukken, ICT-vraagstukken zo snel gaan, waardoor die meldkamer een ongelooflijke investering naar de toekomst is. Ja, en als ik puur kijk, zal dat in kosten gaan dalen. Ik zie eerder een kostenstijging op termijn. Ja, door de forse investeringen die zullen moeten plaatsvinden. Dat is over de meldkamers. Zeker als je de meldkamers van Flevoland en de meldkamers van Gooi en Vestreek op termijn, ja, die willen we eigenlijk samenbrengen. Dat zal een virtuele samenwerking eigenlijk zijn, op afstand. Want heel snel moet ik voldoen aan die wettelijke verplichting om te komen tot die ene meldkamer in Hilversum. Ja, dus ik ga geen geld wegsmijten, want ik weet zeker dat ik dan een strafklasje krijg van de Raad. Maar ik probeer wel degelijk het zo te doen dat we op een intelligente wijze kijken hoe we elkaar kunnen versterken op personeelsgebied, op informatie, communicatie, technologisch gebied, dat onze meldkamer adequaat kan opereren. Want dat is de eerste post waar veiligheidsvraagstukken binnenkomen. En dan moet het heel snel richting politie, richting brandweer, richting ambulance dienst kunnen gaan. Dat beseffen we. Ja, en daar sta ik ook voor, dat die meldkamer van Flevoland tip-top qua bemensing, maar ook qua IT, qua materiële elementen goed in staat is om te functioneren. Zeker wetend dat we in een kort tijdsbestek gaan naar die grotere meldkamerorganisatie. U hoort me die winstwaarschuwing geven. Op landelijk niveau heeft men ook gezegd van ja, tenslotte moet die grote meldkamer een besparing opleveren, een kostenvermindering opleveren. Die heeft men al vanuit de Rijksoverheid ingecalculeerd. Daar moeten wij aan gaan voldoen. Voor Flevoland zou dat €200.000 betekenen, of die 6 gemeenten in totaal. Omdat de gemeente Almere zeg maar 50% bijdraagt aan dat budget, praat je bijna over een ton eigenlijk voor ons. Het is een gans ander dossier. En daarom zie ik daar eerder een kostenstijging dan een kostendaling. Samengevat, mevrouw de voorzitter. 2 separate begrotingen, veiligheidsbegroting en veiligheidsregio Flevoland begroting. Ja, en die zie je ook eerder stijgen als ik puur de schets die ik gegeven heb voor de ontwikkeling van die landelijke meldkamerorganisatie. En de investeringen naar de toekomst toe. Dank u wel. Dan kijk ik de tafel rond. Of iemand hier nog? Ja, de heer Elian van de VVD. Voorzitter, een tweetal vragen. En dank voor de uitgebreide toelichting die mijn hersenen wel doet kraken. Maar dat is op zich niet erg, voorzitter. Heeft de VVD het goed begrepen dat de motie dan niet uitvoerbaar is? Want als u een kostenstijging verwacht, deze motie veronderstelt samenvoeging goedkoper, minder budget, dus dan is de motie dus onuitvoerbaar. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag, u kondigt nu vrij stellig een kostenstijging aan. Bedoelt u dan dat de bijdrage van de gemeente Almere in de veiligheidsregio ook gaat stijgen? Het is iets wat u ons nog niet eerder had verteld. Gaat u gaan. Uw eerste vraag, is de motie niet uitvoerbaar? U heeft ook het advies van het college gehoord, dat zeggen we, de motie is niet uitvoerbaar, punt. Ja, dus wij ontraden de motie, dat is 1. Dan 2, ik heb u een winstwaarschuwing gegeven, gelet op de ontwikkelingen van de meldkamerorganisatie en de landelijke meldkamerorganisatie. U mag van mij verwachten dat ik me inzet om in eerste instantie alles budgetair neutraal te laten verlopen. Vandaar dat ik zoek naar die virtuele samenwerking tussen de meldkamers Gooi en Vestreek en Flevoland. Daar zetten we ons op in. Heb ik andere tekenen, gelet ook op landelijke ontwikkeling, et cetera, op weg naar die landelijke meldkamerorganisatie, kom ik bij tijds bij u terug. Is dat helder? Heeft iemand anders nog iets in te brengen of toe te voegen? Nee? Toch nog? Probeert u het nog een keer? Nou, nee, voorzitter, het is niet een kwestie van proberen, maar ik probeer het echt goed te begrijpen. Die virtuele samenwerking waar het dan over heeft, dat is dan de komende 1-2 jaar, totdat die meldkamers daadwerkelijk zijn samengevoegd. Ziet die winstverwachting nou op vanaf 2020 als ze daadwerkelijk fysiek zijn samengevoegd? Of ziet die winstverwachting ook op het moment dat u virtueel gaat samenwerken? Dat is wel van belang, ook in het kader van deze begroting. Gaat u gaan. Doet hij het nu? Ja, hij doet het. U hoorde mij net stellen van mijn glazen bol is wazig. Laten we er even vanuit die vooronderstelling uitgaan. 1. U vraagt mij, Gooi en Vestreek, Flevoland, je gaat virtueel samenwerken. Dat doe je om personele vraagstukken
zo vlak mogelijk te laten verlopen. IT, te kijken dat je dat budgetair neutraal, bedoel ik, met vlak laten verlopen. Maar u hoort mij wel een winstwaarschuwing geven naar de verre toekomst toe, naar die landelijke meldkamerorganisatie en wat daar de verwachtingen van zijn. Dan hoort u me eerder zeggen dat ik daar kostentijgingen zie. En u hoort mij ook zeggen, als ik niet slaag in mijn missie, kom ik bijtijds bij u terug. Zowel voor die virtuele samenwerking als voor die landelijke meldkamerorganisatie. Mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Is dit voldoende nu? Er zit geen datum aan, dus het is geen toezegging. Mevrouw Aukers, u houdt hem staande, deze motie? Ik neem hem terug naar mijn fractie en dan gaan wij ons beraden. En dat horen wij dan graag morgen voor 11 uur. Is dit dan zo voldoende besproken en kan ik de vergadering gaan sluiten? Dan dank ik u allen voor uw aanwezigheid en voor uw inzet en sluit ik de vergadering.